U zei het al, de Tweede Kamer debatteert er vandaag over. Ja, inderdaad. Zij debatteren vandaag over de straffen voor bijvoorbeeld ook beveiligers. En beveiliger Kemal, die hebben wij gisteren gesproken. En hij legt aan ons uit met welk geweld hij als beveiliger op zijn werk te maken heeft. Als dan VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden ligt, komen geweldplegers er niet meer vanaf met een taakstraf. Ik ben een keertje bedreigd met een mes. Ik ben ook een keertje bedreigd met een bierflesje. Hij had nog een schaar in zijn binnenzak. En ik ben ook een keertje geslagen op werk. En door dezelfde man heb ik ook nog kopstoot gekregen. En ben ik ook zeker 10 keer in mijn gezicht gespuugd door hem. Ik word wel vaak gebeld door de slachtoffer op als zo'n ding gebeurt. Maar ik heb het gelukkig nooit nodig gehad. En hoor je dat van collega's wel, dat ze er moeite mee hebben? Ja, soms wel. Ik had bijvoorbeeld een collega die op zijn achterhoofd werd geslagen met een baksteen. Naar zijn dienst. En hij kon 6 maanden lang niet werken. En dat heeft echt wel iets met hem gedaan. Mensen die geweld plegen tegen beveiligers, waar die beveiligers ook werken, moeten gewoon gestraft worden met celstraf en niet met een weekje schoffelen in de zon. Iedereen buitelt nu over elkaar heen om het geweld af te keuren. Dus ik verwacht dan eerlijk gezegd ook een ruime meerderheid in de Kamer om te steunen dat de plegers van dat geweld ook echt serieus worden aangepakt met een celstraf. Ja, hier gaat het dan specifiek dus om beveiligers. Maar er zijn dus nog meer groepen, hè, die daar dan ook onder vallen. Welke zijn dat? Nou, nu is het zo dat dat voorstel wat vanmiddag in de Tweede Kamer besproken wordt, dat gaat erover dat je geen taakstraffen meer zou moeten opleggen als hulpverleners worden lastiggevallen. Dus denk aan politieagenten, denk aan mensen die als broeder op een ambulance werken. Wat ik eigenlijk graag zou willen onderzoeken, is of je dat niet ook zou moeten uitbreiden naar geweld richting de pers. Want je hebt de afgelopen dagen gezien dat ook de pers gewoon het werk onmogelijk wordt gemaakt. Dat journalisten worden lastiggevallen, worden gehinderd, soms gewoon echt met geweld te maken hebben. En ik vind het zo belangrijk dat die vrije nieuwsgaring wel kan plaatsvinden. Dat ik denk dat je dat ook meer moet beschermen. Ja. Wiert, je bent natuurlijk verslaggever. Zou dat helpen als daar geen taakstraf meer op staat? Nou, of het zou helpen, dat weet ik niet. Maar het zou wel goed zijn om te laten zien dat je van de pers moet afblijven. En onder invloed van die hele propaganda over de fake news media en de media die alleen nog maar fake news zouden brengen en zo, is er enorm veel agressie ontstaan tegenover journalisten. Wat merk je er zelf van? Dat mensen dus je niet vertrouwen. In mijn geval valt het nog wel mee. Maar zoals gisteravond waren dus collega's van mij echt verslaggevers op pad. En die stuurden ook foto's. Hè. Dat waren geraakt door een steen bijvoorbeeld. Gewoon een wond aan de benen en zo. Dat soort zaken. En dat ze ook agressief werden bejegend daar op straat. En dat wil je natuurlijk niet. En wat dat betreft zou het heel goed zijn als ook de pers daarin meegenomen zou worden.